Nou, welkom in het nieuwe entreegebied. Wij zijn Bart en Inge. We gaan jullie nu meenemen in het nieuwe entreegebied en in Avalon. We hebben dit op de plek waar we het allerminste over kunnen vertellen. Houd onze website en zo in de gaten. Het gaat niet meer al te lang duren en dan gaan we ook hier veel meer over naar buiten brengen. Er is volgens nog heel veel over Avalon te vertellen, wat echt super gaaf is. Maar waar we nu staan, maandje of 7, dan gaan jullie ook hier het park binnenkomen. Hier zo komen de kassagelegenheden. Heb je al een ticket gekocht, kun je er gewoon langs. Want daar komen de ticketpoortjes waar je echt het park gaat betreden. We zijn niet de allereerste, want we hebben het net al gedaan. We zijn wel een van de eerste mensen die niet bij de Toverland werken, die hier mogen komen. Dus we gaan meteen even de eerste keer hier Toverland betreden. Worden. De grote attracties, daarvoor moet je straks in Avalon zijn. Of in ieder geval de nieuwe grote attracties gaan komen. Dan komt hier al wat speelgelegenheid. Maar verder is het hier echt gericht op horeca, shops, shows. Er komt een showlocatie en een vaste show. Dus jullie gaan hier van alles kunnen beleven. Maar dit gaat echt het startpunt worden van je dagje Toverland. Als je kijkt naar onze uitbreidingsmogelijkheden, die liggen ook echt allemaal op die kant op. Dus dit is gewoon een hele mooie centrale plek om straks je dag te beginnen. Nou ja, vanuit hier, dat zei Peter ook al, drie wegen straks het park in. Hier om de hoek, waar het pad waar we net doorheen zijn gelopen, die gaat richting het trooigebied leiden. Dus die heuvel die jullie daar zien, die gaat weg. Daar ga je dan straks trooi in kunnen. Tussen die twee gebouwen die erachter liggen, daar kun je, ja, er is al een bestaande weg. Daar kom je binnen waar je net onder de boosterbike door kunt en links de Magische Vallei in. En daarachter gaat een laan richting Avalon komen. En daar moet je uiteraard ook weer de Magische Vallei in. En zeker ook richting de toekomst is dit dus echt gewoon een hele mooie plek. Om je heel makkelijk te kunnen verspreiden over alle plekken van het park. Dat is ook meteen hetgene wat ik over het entreegebied kan zeggen. Ik weet niet of er vragen zijn die ik misschien wel kan beantwoorden. Nee. Gaat het gebouw van Tjengo River dan meer gethematiseerd worden van hieruit? Het zal niet direct hierbij horen. Ze zijn wel bezig om te kijken, gaan we het thematiseren of niet. Maar er gaat wel iets mee gebeuren. Of dat nou met het gebouw is, of met landscaping, het wegwerken, of het zicht wil ontnemen met bomen. Dat is eigenlijk nog een beetje... Er staat nog niet vast wat er precies mee gaat gebeuren. Maar de bedoeling is niet dat je er zo tegenaan blijft rijden straks. Dus er gaat iets gebeuren sowieso. Ja, er gaat wel iets gebeuren. Ja. Mocht er vragen zijn, stel ze elke keer gerust. We gaan nu dezelfde weg, waar we net zijn gekomen, gaan we terug. Want hier heb ik helaas verder weinig te vertellen. Maar we gaan een paar hele mooie plekken met Avalon bekijken.